Ja hoor, vandaag gaat het dan gebeuren. In de Lamar, de première van Geen Paniek. Wanneer was je voor het laatst echt in paniek? Ik ben vrij vaak in paniek de laatste tijd, want ik moet mijn huis verkopen en een nieuw huis kopen. Waar gaat de voorstelling eigenlijk over? Het gaat over een toneelgezelschap, wat zijn generale repetitie houdt en waardoor eigenlijk dan al anders alles in het honderd loopt. Een enorme geestige parodie op alles wat met theater en toneelspelen te maken heeft. En met name ook een parodie op de ouderwetse klucht, de deurenklucht natuurlijk. Mascara weer op mijn ogen, denk ik. Ik heb zo hard gelachen. Ja, ik vind het heel leuk. Heel leuk. Het is een hogere school theater van de lach, zou ik maar zeggen. Geweldig. Als je alleen al terug moet denken hoe die verhaallijnen allemaal zitten, kom je niet meer uit. Het is doodvermoeiend om te zien, doodvermoeiend om te doen, volgens mij maar geweldig. Echt een verschrikkelijk leuk stuk. Heel erg veel gelachen en wat ontzettend knap van de acteurs hoe ze dit gedaan hebben. Dit stuk is zo ingenieus en het is zo meestelijk gespeeld. Het is echt gewoon fantastisch. Alleen maar gelachen. En op een gegeven moment wist ik ook niet meer waarom of zo. Maar dat je helemaal... Heel fijn, jaloersmakend. Ik wil erin. Ik hoop dat een van de spelers van het podium vliegt. Dan mag ik misschien. En ze zijn toch wel echt op elkaar ingespeeld hoor. Knap werk. Het gaat natuurlijk allemaal fout terwijl het eigenlijk heel goed gaat. Het is heel erg grappig. Het is echt een avond om heel erg hard te lachen. Ontzettend leuk. Het is zo'n leuke voorstelling. Het is zo'n leuk toneelstuk. Het is zo herkenbaar, zeker als je zelf in het vak zit. Het is een klucht waar zo goed gedaan is. Zo geestig en zo die acteurs. Ja. Geweldig. Ga erheen. Ja.